Kilde Immers, wat een heerlijk gevecht. Dit was een fantastisch gevecht, ja. En dan win je hem natuurlijk ook, dat maakt het extra lekkerder. Maar hier doe je het als voetballer voor, hè? Het werd uiteindelijk spannend in de tweede helft, maar het was gewoon heerlijk, denk ik. Ja, ik denk de tweede helft doe je jezelf misschien nog tekort, omdat je in de eindfase iets te onnauwkeurig bent. Maar ja, dit zijn de potjes waar je het voor doet. Er staat mooi veel publiek aan de zijlijn. Wij als Hoogeveen zijn de spelen een fantastische pot. Nou, en dat je dan uiteindelijk wint is alleen maar mooi. En ook twee dezelfde type ploeg eigenlijk, hè? Ja, we wouden allebei graag voetballen via de middenvelders, vooral in de as dus. Nou ja, en daardoor kwam het spel ook wel mooi eruit in de as voetballen. En dan proberen via een crossbal of zoiets uiteindelijk tot een doelpunt te komen. Kwam de eerste helft dicht bij perfectie? Nou, perfectie wil ik niet zeggen, want het is altijd een puntje voor verbetering. Maar de eerste helft waren we echt goed, ja. Wat toen heel goed ging, je liet die bal fantastisch rondgaan. En dat was denk ik het verschil met de tweede helft. Ja, ik denk inderdaad, de eerste helft laat je fantastisch inderdaad die bal rondgaan. Je gunt elkaar heel erg veel. Alles klopt eigenlijk, de linies, de afstanden, noem maar op. Ja, in de tweede helft, na die goal, dan ben je denk ik iets te bang om weer te gaan voetballen om een fout te maken wat je de eerste helft totaal niet bang voor was. Twee doelpunten van Gerald, dat zegt denk ik ook iets over de flow waarin jullie zitten. Hè? Want dit soort dingen durf je dan ook te doen en lukt ook. Ja, ja, inderdaad, Gerald zit persoonlijk in een goede flow, veel doelpunten. Nou, en wij als team, je ziet het, we staan nu bovenaan, dus ja, een goede flow. Nog wel even naar die tweede helft. Hè? Je gaat dan met 2-0 voorsprong die tweede helft in en dan weet je dat zij gaan komen. Hè? En dat gebeurt ook. Ja, het gebeurde ook. Misschien hun verdiensten uiteindelijk. Ik denk goede goal wat ze maken. Alleen ja, als we zelf daarin toch nog weer blijven voetballen en de linies weer beter op elkaar houden waar we de eerste helft goed hadden met die snelle druk. Of juist heel erg ingezakt dat ze er helemaal niet door konden. Ja, dan was het helemaal niet nodig geweest. Dat kun je verwijten, denk ik. Ja, dat kun je onszelf verwijten, ja. En gelukkig van jullie kant was denk ik dat zij elke keer die hoge bal gingen spelen. Waar jullie vervolgens heer en meester waren in de defensie stelde. Ja, ik moet complimenten echt geven aan de drie centralen, aan Twan, Aaron en Liefon. Die stonden daar echt ja, fantastisch te verdedigen. De hoge duels, nou, 99 van de 100 waren voor hun. Dus complimenten naar die jongens, deden ze super. Nou, dan sleep je me uiteindelijk over de eindstreep. En je zegt al, ben je koploper? Nou goed, die eerste periode zijn jullie voorbij gaan. Maar dit is een prachtig begin van de tweede periode. En hier wil je naartoe, hè? Ja, nou ja, je hebt niet voor niets drie periodes. De eerste is voorbij, de tweede is gewoon je nieuwe kans. Nou, daar heb je nu een goede slag in geslagen als je kijkt naar de concurrentie wat die gedaan hebben.